ik jaren en jaren geleden het klompenvrouwtje heb gefilmd. En dat was een van de reportages die me altijd is bijgebleven. En het was ook zo'n lieverd, het klompenvrouwtje. Nou, ik zou zeggen, kijk zelf even en geniet mee. Ik ben niet zo open. Zag je mij? Oh. Kan die buiten komen? Hey, klompenvrouwtje. Zo worden genoemd. Ja, ook vanaf de boot roepen ze, klompenvrouwtje. Dan weten ze niet zo altijd zo gauw je naam. En dan is het gewoon klompenvrouwtje. Ja, het lekker zitten is belangrijk. Ja. Nou, deze toch maar. Ja? Ja. Dan zijn ze weer zo erg groot. Mensen zijn je dankbaar als ze weer iets passends hebben. 26. En precies 30 gulden mevrouw. 30 gulden. Zijn er ook nog mensen die heel erg blij zijn dat je er nog bent en dat je ze hebt geholpen. Bedankt me. Dank u wel hoor. En tot de volgende keer. Dan zeg ik altijd de bijgezondheid. 243. Mooi, hè? Ja, een mooi klompje. Hoe oud bent u? Ik ben 77. Ik vind het wel erg om het te zeggen. Ik ben 77 jaar, maar ik voel me niet zo. Nee. Hoe voelt u zich dan? Goed. Mijn vader zou zeggen 18. 18? Maar dat is natuurlijk ook niet zo. Groter. Ja. Een kleiner proberen? Een maatje kleiner proberen, 41. Ja. Als je jong bent, dan heb je andere ideeën. Ja, dan denk je dat het heel anders loopt, hè? Maar dat is niet zo geweest. Maar ik heb er geen spijt van. Wat dacht u dan, toen u jong was? Wat wilde u gaan doen? Ja. Ik was toch in betrekking bij de commissaris van de koningin. Dat vond ik ook allemaal heel leuk. Als wat? Als eerste kamermeisje. Dus dan vond ik het hopelijk gasten ontvangen. Zodat de tafels gedekt waren en zo. Ja, dat vond ik ook altijd wel heel mooi. Ja. Mijn moeder werd ziek en dan moest er toch thuishulp komen. Nou ja, dat ging vroeger zo. Dan kwam je naar huis. Ja. Nou, vroeger werden de bomen aangevoerd langs het water, over het water. Of door het water, zoals je wil noemen. En dat kwam per vlot. En dan wel 10 vlotten achter elkaar. Ja, en dan stonden ze over elkaar, stond zwart van de mensen om te kijken. Hé, middelwit, zij komen de bomen er weer aan. Ja, heel leuk. En dan werden ze daar weer gezaagd. En dan werden de bollen weer gebracht naar de klompenmakerij. En daar werden ze dan naar het hout gekloofd en dan de klompen gehakt. En wie deed dat? Heeft u dat zelf ook gedaan? Nee, dat is veel te zwaar. Mijn vader, mijn broer en een paar knechten, die deden dat, ja. Heel erg gezellig. Ja? Heel erg gezellig, ja. Een beetje gekheid, een beetje onder elkaar maken, weet je wel, grapjes en zo. Ja, en dan bracht moeder koffie. En smiddags werd de thee gebracht. Ja. En wat deed u? Ook koffie rond, ook koffie brengen. Ja. Maar die drukte van belang, dat is het niet meer, hè? Nee, dat is allemaal helemaal veranderd. Ja, dat is het ook, ja. Dat zijn gewoon de tekenen van de tijd. Maar dat vind je vast wel jammer. Heel erg jammer. Ja, dat gaat maar maat.
Maar u kunt er wel van leven dan? Dat nog toe wel, ja. Ja? Gelukkig wel. Zo erg is het nog niet. Nee, gelukkig niet. Zo, dat ken je er even tegen. Dan zeggen ze wel eens, hou eens op met die tent. Er gaat eens meer uit, maar dit is toch wel mijn levensvulling. Ja. Wie zeggen dat? Wie zeggen dat? Familie. Ja? Ja. Het gaat er nou maar eens meer uit. Nou ja, ik zeg, ik heb er nog zin in. Ja. Oh, uw familie vindt eigenlijk dat u er maar mee op moet houden. Ja. Dus daar kan ik eigenlijk niet met zo bespreken dat ik het nog leuk vind. Dat vinden ze dan mooi geweest. Ja. En begrijpen ze dat niet? Ik geloof het niet. Nee? Nee, ik geloof het niet. Het is ten goede bedoeld. Maar dat wij daar nog samen zo'n zin in hebben, nee, dat begrijpen ze niet. Alle biers maar anderhalf mouwen dan. Ja? Ja. Kan ik u helpen? Ja. Dat mag het zijn. Komt toch niet allebei gelijk. Heb je nog van die ouderwetse klompjes met die Olympisch? Ja, heb ik. Ja, deze, bedoelt u? Ja. Ja. Hoe is Jan? En u doet het samen, zegt u? Ja, met Jan. Ja, dat is een verhaal apart. Ik had hem wel eens meer gezien. Maar ja, verder is helemaal geen gedachte. En toen kwam hij weer een kind, toen moest hij op muil, kwam hij weer terug, muilen halen. En toen had hij helemaal gelopen vanuit Zeist op Klompen hier naartoe. Ik zei, nou, ik mag een kop koffie voor u zetten. Ja, ik had een hond nog. Ik zei, komt u maar even mee, ik zet een kop koffie. Maar die moest ook weer lopen terug. En dan kwam er wel eens een briefje. Ik denk, wat moet ik ermee? Kom. Oh, wat voor een briefje. Niet zo leuk om te zeggen, maar het is gewoon zo. Nou ja, toen kwam die naam. Wie heeft die geen, nog heet zo'n geval. Kan ik niet opkomen. Wat? Nou, een machine waar je alles op uittikt. Oh, een typemachine? Nee, die computer. Heb ik wel. Maar nee, een? Een computer. Een computer. Heeft u geen computer, mevrouw? Ik zeg nee. Misschien heb ik er nog wel een voor u. Ik zeg nee, meneer. Ik zeg, als ik 20 jaar jonger was, wel. Maar nu begin ik er niet meer aan. Nou, dat wil ik dan wel voor u komen doen. Dan kwam u een paar keer in de week voor alles op te nemen. Van mevrouw die en meneer die, familie die. En nou ja, zodoende is dat gekomen. Hij kwam u een beetje helpen? Ja, hij kwam me helpen. Ja. Dat is... Zomaar? Ja, zomaar. Of hij vond het wel erg gezellig bij u? Maar dat groeide uit dat vriendschap. Ja. En nu zou ik hem niet graag meer missen. Nee. Dokter het Jan? Ja, best. We hebben het meer gedaan, hoor, Tess. Wat zei u? Hebben we liever? Ik had in het begin ook helemaal geen erg in. Ik sta toch niet bestil. Als je iemand helpt en klompen, dan is het nou helpen. Die weer lukt, die weer minder lukt. Maar dat is toch gewoon, dat is toch normaal. Maar hij was een beetje gek op u geworden. Ja, niet op hem. Dus. Dat is toch leuk? Ja, heel erg leuk. We doen het ook samen heel gezellig. Nou, zullen we de riempjes cadeau doen, Jan? 28. Ja, doe maar. 32, 35. Deze kan ook niet. We hebben het weer mee allemaal gedaan. Wie dan? Nou, dat ga je goed verder, hè? Zo, ja. Ja. Ja, nou, dan zie je me wel weer een keer weten. Als deze versleten zijn, dan kom ik weer. Graag. Ja. En dank je wel. Ik zou zeggen, goedemiddag. Ja. Bedankt in zover. Ja. Dag. Zo hoort het allemaal. Ja. Dag. Goedemiddag. Dag. Ja, we kunnen ontzettend goed met elkaar opschieten. En, het is wel de bedoeling dat we gaan trouwen, hè? Het is wel de bedoeling. Het is wel, ja. Echt waar? Ja, zeker. Ja? Ja. Wat? Het is wel de bedoeling, ja. Zo. En u bent uw leven lang niet getrouwd en nou nee. Toch nog? Ja, ik doe het ook.
Ja. Wanneer? Weet je nog niet. Ik moet nog vaststellen. Als het over is, dan laat ik het wel weten. Ja, maar wat leuk. Het is wel de bedoeling. Ja, niet zo samen blijven. Dan wel trouwen. Ja. Ja. En waarom is dat nou nodig om te trouwen? Nou, dat vind ik wel een... Het is toch een instelling. Dat de mens ook trouwt. Als die omgang heeft met elkaar. Niet zo, dat vind ik niet... Ik heb er altijd wat van gezegd. Die twee zitten me zo samen. En je zou het zelf gaan doen. Nee, dat klopt niet. U heeft er altijd wat van gezegd? Ja. Nou, een beetje wel, ja. Ja? Wat zeggen mensen ervan dan? Dat u nou nog voor plan bent om te gaan? Ik heb er niks van. Nee? Vraag ik ook niet aan niemand ook. Dat is onze zaak. Ja, we hebben het eigenlijk niet aan de grote nee, nog gehouden. Niet. Nee, maar ze snappen het wel. Maar we willen hier natuurlijk wel even eerlijk zijn, hè? Ja, tuurlijk. Lach er ook om. Ja. Maar u schaamt zich er niet voor, toch? Nee. Nee, het is een eerlijke zaak. Walk right in, set right down, baby.